Vandaag gaan we iets doen wat ik al een jaar lang niet meer heb opgestart, namelijk Brawl Stars. In deze video ga ik natuurlijk een aantal knokdozen openen voor jullie en we gaan ook gewoon even lekker een potje spelen, want ik heb het legit een jaar lang niet meer aangeraakt, Brawl Stars. Maar eerst wil ik iedereen even vragen om te abonneren op Teveelgevraagd en drop even die like als je meer Brawl Stars content wil hebben op Teveelgevraagd. En laat dan ook even weten in de comments wat jij dan voor Brawl Stars video's wil hebben op Teveelgevraagd. En ja, we zijn dus nu in Brawl Stars in het hoofdmenu en daar is niet mega veel veranderd. Ik zie niet heel veel nieuwe dingen, nieuwe tapjes of zo. Maar er zijn wel heel veel dingen die ik aan kan klikken. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe Brawl Pass. Die heb ik. Oh, ik kan een grote doos openen. Oh, nice. Laten we daarmee beginnen. Krijgen we wat? We krijgen krachtpunten voor Stu. Oké, hebben we Stu? Oké, nou, super nice. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat we kunnen doen. We hebben ook nog allemaal nieuwe evenementen. Zoals hier de Knok Basketbal. Dat heb ik nog niet eerder gezien. En dit zijn natuurlijk een beetje de standaard dingen. Daar hoef ik niet... Oh, wat? Dat is Knockout nou weer. Ik heb geen idee of Knockout, moet ik eigenlijk zeggen. Alright, wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk de winkel. Wat kunnen we hier kopen? We kunnen hier skins kopen zoals altijd. En natuurlijk de mega dozen. Wat we natuurlijk ook gaan doen. En we kunnen hier natuurlijk gratis punten voor Stu krijgen. Maar hebben we Stu dan al als knokker? Ik weet het niet. Ik ben zo noob geworden in het jaar. Ik heb het gewoon echt een jaar lang niet meer aangeraakt. Hoe is het met de club? Ik zie dat we nog steeds 99 leden hebben. Toevallig is er van de laatste iemand dus weggegaan. Maar de club is nog best wel actief, zie ik nu. Er zijn best wel veel mensen. Hoeveelste zou ik staan? Zou ik onderaan staan? Sowieso sta ik onderaan nu. Ja, je ziet het al. Ik sta onderaan. Als je een jaar lang niet speelt, dan is zelfs 17.000 niet genoeg. 17.000 trofeeën. Maar in ieder geval, ik weet niet wat we nog meer moeten checken. Maar laten we gewoon beginnen met een potje. En dan gaan we daarna beginnen met het openen van megadozen. Ja, we gaan dus knokbasketbal doen of knokbasketbal. Ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Ik heb geen idee. Ik moet ook echt inkomen. Ik zal waarschijnlijk ook echt heel erg slecht zijn. Want ja, nogmaals, ik heb het heel lang niet meer gespeeld. Ik speel ook gewoon met een random knokker. Ik heb ook gewoon geen knokker aangeraakt. Oké, laten we gewoon eens even kijken of we er wat mee kunnen. Volgens mij gaat het best prima zo. Oh, we hebben al gescoord. Nice. We staan 1-0 voor. Of nee, het is een 2-punter. Dat gaat natuurlijk anders scoren. Oh, we staan allemaal met een kluitje. Let's go. Oh, we hebben ook onze hoe heet het? Onze ult. Hoe noem ik het? Ult? Oh, dat kunnen we pakken. Boom, kom, bam, we hebben ze. Let's go. En we hebben gewoon gescoord. Oké, volgens mij speel ik tegen echt heel erg grote noobs. Volgens mij is dit al niet meer zo goed. Je ziet al, ik maak gewoon easy kills. Oh, dat was echt heel erg zonde. Oké, ik pak de bal gewoon. Kijken of het gaat lukken. Oké, ik ga kijken of ik kan scoren. Oeh, ik ga mijn best doen. Nee! Ja! Go, 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 go. Is die erin? Oh, het was bijna een 2-punter. Maar... Niet oh, ze kunnen scoren nu. Nee, niet doen. Nee! Oké, ze gaan scoren. Ze hebben al gescoord. Oké, we hebben nog niet gewonnen. Ik was al te comfortabel. Maar het gaat goed komen. Ik zweer het je, het gaat goed komen. Oké, ik paas die bal wel eventjes. Ik ga ze eerst wel even killen. Oh, pas op, Dion. Maar ik heb natuurlijk ook nog gadgets, hè? Wat kan ik met deze gadget? Ik heb geen idee. Oh, ze had bijna gescoord. Oké, gaat goed. En we hebben Shelly. We hebben er. Ik ben al die namen ook alweer vergeten. Oh, heeft ze. Oké, we kunnen nu scoren. We kunnen nu easy scoren. Daar gaan we. Boom! Nee, huh? Kan ik nou gewoon niet mikken? Ik kan gewoon niet mikken. Ik heb geen idee hoe je goed kan mikken in deze game nu. Oké, daar gaan we. Ultje. En we hebben daar een kill. Nice. Oké, score jij maar. Ik geloof het wel. Oh, ik wilde hem ult op ze gooien. Maar ik kan ze natuurlijk niet spawn killen. Dat werkt niet. Nice. Hij heeft gewoon 2 punten. Gescoord. Daar ben ik heel blij mee. En we hebben gewonnen. Oké, blijkbaar heb je maar 6 punten nodig of zo. Nou, dat was de eerste game. Gelijk gewonnen. Ik ben er heel blij mee. Ik ben ook level 10 en zij zijn level 8 met hun knokker. Oh, dit ziet er wel heel iets anders uit. Maar ja, maakt ook niet uit. Dat was dus de eerste game die ik in 1 jaar heb gespeeld. Maar ik ga natuurlijk ook even wat knokdozen openen. Want volgens mij zijn er een paar brawlers, of knokkers, hoe je het ook wil noemen, die ik nog niet heb. Kijk, Stu heb ik dus gewoon. Heb ik die gratis gekregen of zo? Ik heb geen idee. We kunnen hem upgraden zover we willen. Maar zijn er ook knokkers die we nog niet hebben? Even kijken. Ja, dit zijn alle... Wat? Er zijn gewoon superveel knokkers bijgekomen. Zoals Edgar, Griff, Byron... Byron? Ik weet niet hoe ik het noem. Er zijn best wel veel dingen die we dus nu kunnen unlocken. Dus dat is wel heel erg dope. Laten we eens kijken of we hem kunnen krijgen uit één van deze megadozen. Want ik heb nog 1800 edelstenen die ik kan gebruiken. Dus... Laten we gewoon gaan openen. Let's go. Laten we kijken wat erin zit. Oh, we gaan wat krijgen, maar het is niet heel bijzonder. Het is voor Stu. Oké. Maar we hebben nog meer waarschijnlijk. Kom maar. En we hebben er 3. Sowieso dat er hier 1 in zit.
We hebben er, of we hebben twee misschien wel. Twee nieuwe knokkers, daar gaan we. Nee, oké, okay, we krijgen een gadget. Of een sterrenkracht. En wat krijgen we nog meer? Jawel, nieuwe knokker. Namelijk Amber. Of Amber, hoe je er ook wil noemen. Het is een legendarische knokker. Dus dat is heel erg nice. Ik ben er heel blij mee. Dankjewel. We hebben er nog eentje. Wat gaan we hier uit? Oh, hier gaan we ook iets uit krijgen. Of niet? Nee. Oh, we krijgen gewoon twee keer punten. Natuurlijk, we krijgen twee keer punten. Dat is heel erg ziek. Dus laten we eens met een nieuwe knokker gaan spelen. Want waarom ook niet? Er zijn zoveel dingen die we nu weer kunnen doen. Ik wil Amber wel gebruiken. Of Amber. Ik weet niet hoe ik eruit moet spreken. Zo is dat mensen nu heel erg boos gaan worden in de reacties van Dion. Je spreekt het verkeerd uit. Sorry, het spijt me. Maar ja, het kan gebeuren. Maar laten we knockout of knockout spelen. Want die heb ik volgens mij ook nog nooit gespeeld. Ja, ik ben dus vergeten te drukken op het knopje selecteren volgens mij. Want ik heb nog steeds Dynamike. Maar maakt niet uit. We wachten wel even tot het potje voorbij is. En dan gaan we wel opnieuw beginnen. Dus nu hebben we haar wel geselecteerd. En laten we nu eens kijken of we hier wat mee kunnen. Ik heb geen idee wat ze doet of wat ze kan. Zo te zien is het een soort van vlam die we kunnen afvuren. En staan ze dan ook in de fik? Daar lijkt het niet op. Maar het ziet er wel sterk uit. Oh, ik moet niet doodgaan. Want volgens mij als ik doodga, dan lig ik uit het spel. Oh, gaan we het redden? Gaan we het redden? Ja, oké. We hebben de eerste ronde gewoon gewonnen. Want het is... Ik heb het net natuurlijk al kunnen zien. Gewoon letterlijk, je moet blijven overleven. En dan... that's it. Meer moeten we niet doen. Ik ben wel benieuwd wat er super is. Dat is het woord wat ik aan het begin zocht. Niet de ult. Oh, volgens mij met de doek op short... Doe ik op korte range wel meer damage. Tenminste, ja, kijk, dat is wat ik wil doen. Maar ik heb de super helemaal niet kunnen doen. Nou, dat is stom. Dat is heel stom. Laten we het gewoon nog een keer proberen. Want ik wil die super eventjes checken. Ik heb geen idee namelijk hoe sterk die is, wat die doet. En of het überhaupt wel een hele goede brawler is. Daar heb ik oprecht geen idee van of dat zo is. Alright, we lopen naar voren. Kijken of we iets kunnen doen hier. Oké, we moeten short range hebben. We moeten blijkbaar short range hebben. Oké. Gaan we hem hebben? Oeh, we hebben wel veel damage gedaan. En we hebben gelijk onze super ook. Dan kunnen we die gebruiken. Hoe werkt dit? Oké, ik moet wat gooien, lijkt het op. Kan ik die gooien? Kijk wat er gebeurt. Boom! Oké, volgens mij is het een soort van poison of zo. Daar lijkt het op. En we hebben hem. Hebben we hem? Ja, we hebben hem. Alright, we hebben deze ook gewonnen. Deze eerste ronde. Nou, maar nu weten we in ieder geval wat het ongeveer doet. Ik weet niet of het nou veel damage doet of zo. Dat maakt ook niet verder niet heel veel uit. Alright, pakken hem. Pakken ze. Oh, volgens mij kan ik ook twee verschillende aanvallen doen. Volgens mij kan... Oh, ik kan hele short burst doen of zo. Maar ik kan ook grote vlammen doen als ik ingedrukt hou. Oh shit, gaan we hem pakken? Gaan we hem pakken? Ik kan dit doen. Oké, laat maar. We hebben weer gewonnen. We hebben gewoon weer een potje gewonnen. 3-3. In ieder geval als ik dat potje niet meetel waar ik expres heb verloren. Omdat ik een andere knokker wilde selecteren. Maar in ieder geval, we hebben deze wel gewonnen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. We krijgen daarbij ook gewoon lekker trofeetjes. Let's go. Laat ik even hoi zeggen in de chat. Ik denk dat mensen het heel raar... Hey, er is iemand ook gejoind. Dat is toevallig. Ik zeg gewoon even hoi. Kijken of mensen erop reageren. Ik heb geen idee. Als je dit ziet en je zit in de club, even een shout-out naar jou. Alright. Maar dat was wel zo'n beetje wat ik wilde laten zien, denk ik. Is er nog wat van nieuws wat ik wil laten zien? Video's? Ik heb geen idee. De knokkers hebben we al bekeken. De Brawl Pass hebben we dus al bekeken. Oh, we hebben de challenge niet gekeken. Nou ja, dat is in principe ook niet heel bijzonder. Verder is aan de winkel dus niet heel veel veranderd, zo te zien. Maar ja, het is wel even leuk om weer eventjes terug te gaan naar deze tijd. Naar de Brawl Stars tijd. Ik weet niet of ik er nog een video over ga maken. Maar ik vond het wel leuk om hier weer terug te gaan. Ligt eraan hoeveel likes jullie achterlaten op deze video. Abonneer ook even op de veelgevraagd met dat belletje aan. Klik ook op de video zometeen in beeld. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer en peace out. Doei!